Welkom bij Padkos. Dat is voor mij weer voorreg om sommer te gesels waar de afgelopen tijd dat ik gepraat over verschillende gelijkenissen of voorbeelden wat Jesus in die alledaagse leven gebruik het om ons een sekere ding te verduidelik. En ik denk, in vandaagse tijd is daar soveel dingen wat Jesus misschien ook zou gebruiken. En ik heb vandaag een ding gebring wat hier langs me is, een windpomp. En as kind het ek groot geworden op die plaas en een windpomp het my baie gefascineer. En dit was die wonderlijkste ding as ek by een windpomp gekom het, was het niet laat toe die windpomp gelijk het nie, maar was daar, of daar water was of niet. En net so ook is het in vandaagse tijd in ons levens, dat als mensen bij ons komen of hulle die levende water van God in ons leven zal krijgen. En ik denk dat is verschillende aspecten van een windpomp. Als ik denk aan een windpomp om water op je eind van de dag in een groentetuin of in een veerkraal te krijgen of iets, is het belangrijk dat ons al weet waaruit die windpomp bestaan. En sommer net vannacht te praten over, dis die wiel. Die wiel moet draaien en die hele mechanisme in hierdie wiel, dwarsdeur met die mechanisme wat in die pipe is, in die boorgat, moet water uit die grond uit kry. En dan is die vlerk, en dit is eigenlijk dit wat in mijn leven is, wat ik totaal moet oorgee aan God, om mijzelf in die richting van die wind van die Heilige Geest te plaas, zodat dat die wiel zal beginnen draaien, zodat daar een actie en een reactie in mijn leven zal komen, zodat daar water uit die boorgat uitkom. En dan die andere aspect is, daar moet een boorgat wees wat diep genoeg geboor is, zodat ons bij die wonderlijke water kan uitkomen. En dit is wat die woord sê, stromen van levende water, wat uit mijn binnenste uitvloei. En daarom is het nodig om wind te krijgen in mijn leven, zodat mijn wiel kan draaien, zodat al die mechanismen kan draaien, dat daar water uit mij uit kan krijgen. En dan net als ook die dam daar genoegzaam opgehaar kan worden, zodat op die rechte tijd die vrijmoedigheid kan hebben om die woord en die evangelie van Christus te verkondigen aan mensen. En net zoals ons in ons eigen leven, is het nodig dat ons onszelf oorgee aan die Heilige Geest, in die rechte richting waar die Heilige Geest kan waai, die wiel kan draai, en laat ons ingesak is in die boorgat waar daar water is. En dit vul op, en het op die eind van dag voed ons een groentetuin van mensen wat rondom is, die vrug wat in ons leven is. En dis wat Johannes sê, strome van levende water wat het in my binnenste sal uitvloei. En dan kom ons in die gedeelte wat hy praat van, as ek genoegsaam opgegarrad van die water wat God vir my gegee het, is kom hy, hy sê, en vol van die Heilige Gees het hulle met vrymoedigheid die evangelie verkondig, en dat ek en jy vandag soos die windpomp in die regte richting sal wees, ons self sal oorgee in die Heilige Gees, want die woord sê ook, allemaal wat dier die Gees van God gelei word, hulle is kinder van God, so hoe meer ek oorgee myself in die Heilige Gees, lei hy my, en daar kom genoegsame water wat nodig is vir die mense wat dors is, sodat ek vir hulle kan water gee, en mag ek en jy vandag, soos hierdie windpomp sal wees, dat ons in die rechte richting sal wees, dat ons op een rechte plek sal staan in ons leven, en dat ons water uit die boorgat, uit die binnenste van ons leven sal kry, wat God vir ons daar geplaas het, zodat het een seën vir ander mense in hierdie leven sal wees, zodat hulle vrug in ons leven sal sien, en dat hulle ook vrug in hulle leven sal kry. So geniet hierdie getuite en wees die windpomp, wat God sal toelaat, sy gees in jou waai, zodat jy water vir mense rondom jou kan gee, en dat hulle kan groeien.